Welkom. We gaan Sims maken dit keer. We gaan niet bouwen, we gaan dit keer spelen in Kas. Ik ga deze Sims niet alleen maken, maar samen met jullie hulp. Wil je een verhaal voor mij maken? Oké, en dan is de eerste vraag voor Annette. Welke leeftijd zijn we? Jongvolwassenen, volwassenen of ouderen? Waar heb je zin in? Annette zegt jongvolwassenen. Dan is de volgende vraag voor Jurk. Wat doe ik om mezelf op te beuren? Joggen, gemeen zijn tegen anderen of tijd doorbrengen met familie? Laat maar weten in de chat. Wat is jouw antwoord? Vrees een beetje voor het middelste. Your Games kennende met zijn... ja, zie je. Ik dacht het al. Gemeen zijn tegen anderen. De volgende vraag is voor Rocky. Mijn familie wil dat ik tradities respecteer. Wat betekent dat voor mij? Het is belangrijk om tradities te eren. Ik maak mijn eigen tradities wel of ik heb niks met tradities. Rocky kiest ook voor 2. De volgende vraag is voor Acinet. Wat is de beste manier om een maansverduistering te ervaren? Pijporgel spelen, iets zwarts aantrekken of samen met mijn schatje? Iets zwarts aantrekken, want Acinet kiest ook op optie 2. Mieke is er. Oh, kijk, Mieke. Ik heb een geweldig idee voor een grap. Is dat optie 1? Het gaat ten koste van iemand anders. Optie 2? Het is zelfspot. Of optie 3? Ik zou nooit een grap met iemand uithalen. Wat zeg jij? Als je stemt voor 3, ik zou nooit een grap met iemand uithalen. Nou, Iris, de volgende is voor jou. Hoe voel ik me als ik naar de oceaan ga? Is dat optie 1? Alsof ik thuis kom? Optie 2? Ik wil zwemmers beschermen. Of optie 3? Hongerig? Ik ben dol op vis. Hongerig, ik ben dol op vis. Annette, de volgende vraag is voor jou. Dus, hoe zit het met zonlicht? Is dat optie 1 te fel? Ik heb er een hekel aan. Optie 2, zonlicht geeft me energie. Of optie 3, dat is afkomstig van de gele dwergster. Optie 3, dat is afkomstig van de gele dwergster. Oké, Charlotte, de volgende vraag is voor jou. Ik zie overal rotzooi op het strand. Wat doe ik? Optie 1, ik ruim het onmiddellijk op. Optie 2, ik probeer het niet erger te maken. Of optie 3, niks. Bij mij thuis is het ook een rotzooi. Sorry. Ik zie al dat we aardig wat dingetjes inmiddels bij elkaar verzameld hebben. En ik zie al een boek. Optie 1. Ik ruim het onmiddellijk op. Jurk, in wat voor soort huis wil ik wonen? Een groot luxe huis? Maakt niet uit. Ik werk altijd. Of een gezinsvriendelijk huis? Ja, ik ben benieuwd naar de eigenschappen. 3. Een gezinsvriendelijk huis. Rocky, volgende vraag. Waar slaap ik het liefst? In een bed? In een racewagen? Of in een doodskist? Oh, in een doodskist. Oh jee. Jullie willen gewoon een vampier hebben. Wat is de beste plotwending? En die gaat naar Acinet. Is dat een onverwachte ontknoping? Is dat de held wordt de schurk? Of is dat het recht zegeviert? Optie 1, een onverwachte ontknoping. We gaan kijken. Wat voor sim krijgen we? Ja, inderdaad een vampier. Nou, het uiterlijk kunnen we natuurlijk nog aanpassen. Hoi, leuk om kennis met je te maken. Voel je vrij om mijn geslacht te kiezen, mijn uiterlijk aan te passen en mijn kleding te selecteren. En vergeet ook niet om mij een naam te geven. Oké, nou, ik vind het wel leuk dat het spel nu heeft bepaald dat het een meisje is. Dus dat we daarbij blijven. Maar ja, we hebben dus een vampier. En zij wil ook een meestervampier worden. Dus de wijze en machtigste vampier. En dan krijgen ze de bonuseigenschap. Oh, dat is een verhaal. Dan krijgen ze de bonuseigenschap snelle leerling. Ze is zelfverzekerd. Ze is netjes. En ze is somber. Ze werkt als natuurbeschermer. Oh, in de zon. Een vampier. Oké. Ze krijgt daardoor wel de bonusvaardigheid inzicht, zie ik hier staan. Ze heeft ook de vaardigheid vissen en de vaardigheid vampierkennis. En haar startkapitaal is standaard. Dat is dan een beetje jammer, hè? Dat je dan denkt, oh, ik ga nu een sim maken met een verhaal. Dan hoop je altijd dat het startkapitaal toch eens een keertje wat hoger is. Maar het is weer standaard. Dit is dus onze sim. En we zitten nu in haar gewone vorm, neem ik aan. Ja, we kunnen het gezicht wel gewoon zo laten. Annette vindt het al echt een mooie sim. Ja, het kan soms leuk zijn om gewoon een random sim van het spel te nemen. En om gewoon te kijken hoe die qua uiterlijk tevoorschijn komt. En haarkleur groen. Hoppatee. Groen haar. Gele ogen. Kijk, dat is die. Glow in the dark. Oké, gaan we naar het haar. We kunnen ook voor iets geks gaan nu. Past wel bij haar gezicht deze. Ik vind dit aan de achterkant altijd zo raar staan. Ik kies hem daarom bijna nooit. Of echt dat vampieren... Kapsel. Nee, die vind ik niet bij haar gezicht passen. Oeh, dit staat haar heel nice. Ik ga voor deze. Ik ga niet eens meer verder kijken. Ik ga voor deze. Waarom staat dit bij geel? Dit is geen geel. Er zit geen stippeltje geel op. Moet ook even bij de eigenschappen kijken. Ze is zelfverzekerd, ze is netjes en ze is somber. Wat zou daarbij passen? Ik vind dit wel heel leuk. Het geel past trouwens wel heel goed bij de ogen, zie ik nu. Dit is dan misschien te saai. Dit is geen geel. Oh, een hartje erop. Kan ook leuk zijn. Maar ja, het is een beetje gek als je een meestervampier wilt worden en je hebt een
shirtje met een hartje erop. Nee, ik vond die ene die we net hadden, vond ik eigenlijk wel leuk. Die gebruik ik echt nooit. Ik vind deze eigenlijk wel leuk en het matcht lekker met de ogen. Dus we gaan naar de onderkant. Even die schoenen uit, want het leidt af. Zelfverzekerd, netjes. Ja, dit is een leuke broek, maar het is niet echt bepaald netjes, hè. Dit is leuk. We kunnen ook voor een rokje gaan. Nee, die vind ik hier niet bij staan. Of een hoge rok. Ja, dit kan op zich wel leuk zijn, maar ik denk dat ik iets met een broek wil of zo. Oh, dit kan ook leuk zijn. Met kleurtjes. Daar zit wel weer groen in. Laten we voor deze gaan. Wat voor soort kleur schoenen pakken we erbij? Paars. Oké. Het wordt nu lichtelijk een circus. Ik kan altijd gimpen doen. Ik heb zelf ook gimpen met paars erin. Dat maakt het wat sportiever. Ik vind laarsjes wel leuker staan. Maar ik weet niet. Ik zou zelf niet zo snel voor paars kiezen. Nou, dit is meer rood dan paars, vind ik zelf. Ze zijn wel leuk. En hij komt zeker niet echt in paars-paars, hè? Nee, die vind ik wel passen. Dat zijn zelfverzekerde schoenen. De eerste look is klaar. We gaan naar formeel. Ik wil dit keer voor een volledige outfit. Gelikt. Nou, Mieke wilde weten wat gelikt was. Dat gaan we nu krijgen. Grijs. We gaan voor gelikt grijs. We hebben maar een paar opties. Jeetje. Gelikt is dan een beetje netjes of zo, als ik ook kijk. Verzorgd. Ja. Het past allemaal niet zo. Weinig keus. Ik denk dat ik dan voor deze ga. Ik vind die dan toch nog het beste bij haar passen. Dat worden haar schoenen. Dan gaan we naar sportief. De kleur is roze. We gaan voor een roze sportieve look. En de stijl wordt rocker. Oh ja, kijk. Dit snap ik wel dat het onder rocker valt. Ik denk dat ik toch voor deze ga. Dit vind ik wat netter. Of we kunnen ook weer voor een crop top gaan. Nou, laten we eerst voor deze gaan en even kijken wat we aan de onderkant hebben. Oh, we hebben er maar één optie. We hebben ook echt maar één keuze. Maar dan vind ik de bovenkant er niet bij passen. Dit is allemaal niet een kleur waarvan je zegt dat past er goed bij. Nee. Nou, dan gaan we gewoon, dan hou ik hem wel gewoon deze. Ja, het is niet de mooiste outfit inderdaad. En dan de schoenen. Roze. Hebben we eigenlijk rockerschoenen? Wat gaat eruit komen? Oh, nog echt ook. Dat had ik niet verwacht. Dit is wel heel erg roze. Hier, we pakken deze wel. Dat matcht weer een beetje met de bovenkant. Zijn ook niet hele mooie schoenen. Maar dan hebben we in ieder geval toch nog een soort van match. Oranje, oh jee. We gaan voor een oranje hipster. We hebben niks. We hebben gewoon niks. Oh, kijk. We hebben een bovenkant. Dames en heren, we hebben gewoon een bovenkant. Ze kan hierin slapen. Hebben we ook een onderkant? Nee. Nou, ze slaapt gewoon in de onderbroek, hoor. Zo gaat ze gewoon slapen. Klaar. Oké, feestkleding. Ik denk dat ik weer ga kijken voor een volledige outfit. Ik zie boho. Dat wordt interessant. Oké, we blijven in de roze hoek. Oh, kijk eens aan. We hebben wel veel opties. Dit vind ik ook... Dit is ook leuk, boho. Wat hadden we hier? Want het moet natuurlijk wel een beetje passen bij dit. Dit is wel bloemerig. Dus ik vind dit wel een hele goede optie, deze Van Wasdag accessoires. Die maakt het toch nog iets stoerder met dat jasje. Deze zijn wel heel leuk voor de onder. We hebben platte sandalen. We hebben dit soort schoenen. Nee, ik ga denk ik voor die sandalen. Passen er echt heel goed bij. Zwemkleding. Groen. We hebben twee opties. Ja, dit vind ik wel leuk. Die flippers doen we weg. Waarom hebben ze nou weer een raar hoedje op? Zo. Boho. Grijs. We gaan voor de grijze boho. Is wel heel grappig als ik nu weer deze doe, hè. Maar dat is misschien een beetje flauw. Dus we kunnen misschien nu deze pakken. Dat is ook wel een beetje ongeveer zo'n stijl. We pakken die wel. Dan vind ik die beter erbij passen. Roze. We gaan een roze rocker maken. Jullie zijn wel van het roze, hè, vandaag. Er is gewoon geen optie. Misschien hier, als ik gewoon bij tops kijk. Dan heb je vaak nog wel een trui of zo. Dus we halen de oranje hipster weg. En dan maken we er een roze rocker van. En dan ben ik benieuwd wat eruit gaat komen. Het heeft lange mouwen. Maar om nou te zeggen dat dit lekker is om in de winter mee naar buiten te gaan. We hebben ook nog deze. Die ziet er iets warmer uit naar mijn idee. We gaan wel voor deze. Dit is wel... Dit zou je op zich binnen aan kunnen doen in de winter. Dit is oranje. Waarom zit dit erbij? Dit is oranje. Leren broek. Het matcht niet echt met de kleur van de top. Maar dat maakt geen ene reet uit. Alle outfits zijn wel langs gegaan. Dit is de koud weer look. Dit is de warm weer look. Dan hebben we zwemkleding. Feestkleding. Deze... Top. Ze slaapt al in de onderbroek. Dan hebben we sporty. Lekker mismatch met al dat roze. We hebben formeel. En we hebben de alledaagse outfit. Ik moet zeggen, ik vind deze outfit echt cool. Dit staat ook gewoon. Rocky, noem maar een voornaam. En Charlotte, noem maar een achternaam. Hoe gaat deze dame, deze vampierdame heten? Rocky zegt, dat is moeilijk. Een vampier met gele ogen en groen haar. Je bent slecht in namen. Moet ik het aan iemand anders vragen? De achternaam wordt geel. Oké. Mieke, noem eens een naam, een voornaam. Bloem. Dat is een hele bijzondere naam. Bloemgeel. Oké. En Bloemgeel is natuurlijk een vampier. Geef haar alsjeblieft Bol als achternaam.
Dat is wel komisch. Ja? Bloembolgeel. Dan gaan we daarvoor. Daar zit er een komische touch aan. Is ze natuurlijk zelfverzekerd, netjes en somber. Dus ik probeer daar nog wel een beetje op te letten. Maar ze is natuurlijk ook een vampier. Dus we willen natuurlijk ook iets een beetje stoer. Maar dat is een beetje lastig met wit. Want het is heel veel schattig. Die vind ik ook leuk. Ik denk dat ik voor die ga. Ik vind die zo schattig. En aan de onderkant. Oh ja, dat wordt natuurlijk paars nu. En misschien moet ik dan die pakken. Die heeft dan ook wel wat schattigs, maar die is lang. Schoenen kunnen we wel zo laten. Dat staat hier wel heel mooi onder. We krijgen een blauwe chique look voor de formele outfit. Ik hou van deze. Ik ga voor deze. En die schoenen staan er ook wel goed onder. Dus die laten we. Ik vind het wel grappig om dan nu weer die te pakken. Is dit wit? Nee, dit is roze. En dan moeten we nog een onderkant. Er is geen paarse rocker onderkant voor sportief. Als ik sportief even wegfilter. Nou, dan ga je maar in dat broekje hoor. Ananas zegt volledig. Daar hebben we ook niks bij. Dan klik ik... dan klik ik nacht even weg. Want soms zie je er toch nog wel iets tussen zitten wat wel zou kunnen op zich. Ja, zie je? Hier, een trui. Hier kan je prima in slapen. Of zo'n jurkje. Dit zou, ja, de achterkant misschien wat minder. Je zou hier wel in kunnen slapen. We doen dat jurkje. En we gaan nu wat zijn bij feesten, hè? Voor een volledige outfit in het blauw. Misschien een beetje een sexy vampier hier doen. Wat is eigenlijk de bedoeling van deze prachtige vampier? Nou, om hem op de galerij te zetten. Dan kan iedereen ermee spelen of hem een make-over geven of ermee doen wat je wil. Verbranden in de zon bijvoorbeeld. Kan ook leuk zijn met vampieren. Opsluiten in een kluis. Rocky om te vermoorden. Dat is. Dit vind ik op zich wel kunnen lijken op een bikini topje. Ja, nou dan gaan we weer voor die. Dit wordt een hele rare zwemoutfit. Maar ik weet niet. Ik vind hem zo tuttig bij haar haar. Ik vind dit leuker bij haar staan. Ik ga denk ik voor die. Die schoenen staan er wel leuk onder. Maar misschien kunnen we even kijken voor wat anders nu. Oeh, ik wil die ene weer die ik net ook had bij de alledaagse outfit. Die staan er niet bij, bij warm weer. Ja, dat is misschien ook een beetje gemeen om die aan te geven bij warm weer deze. Is dit gemeen om aan te geven bij warm weer? Het is de Sims. Het maakt toch geen reet uit. Vrouwelijk weg. Kijk, zie je? Mannen hebben wel. Hoppatee. Ze lijkt nu zwanger. Die mannenkleding op vrouwen is af en toe heel raar. Hier ook. Nee, oké. Okay. Ik filter dit ding ook even weg. Want misschien hebben we nog iets. Kijk, hier. We hebben ook nog een pak. Maar dan hebben we ook hetzelfde verhaal. Nou, deze heeft een soort van lange mouwtjes. Dat zou ook nog kunnen. Deze heeft lange mouwen. Dit is een goede optie. We gaan voor die. Gooi er even een panty of een legging onder. Hier, jij bent blauw. Ja, maar niet dezelfde kleur blauw. Gaan we wel voor zwart. En dan doen we nog even leuke schoenen erbij. Ik kan ook weer voor die gaan. Ze zijn zo leuk. Het past niet bij mij als stijl, maar ik vind ze zo leuk bij haar. We kunnen er ook natuurlijk een spannendere panty geven. Nou, ik denk dat we nu al klaar zijn dan. Nou, bijna, bijna. Ik vergeet bijna iets. Want we hebben hier extra gezichtopties. Oeh. Ja, die vind ik leuk. Ogen, die zijn zo bamgeel. Dus die wil je nu wel extra laten opvallen. Oeh. Nou vallen ze lekker op. Mooi zo. Ik denk dat ik dit doe. En dan gaan we natuurlijk nog voor make-up. Ja, nou, ik vind dit wel een interessante make-up look. Daar gaan we voor. Dan gaan we even terug naar de alledaagse Sims look. Want dan wil ik hier ook nog wel iets met make-up doen. Ik zou het normaal nooit kiezen, hè. Gaat dwars door de wenkbrauw heen. Ja, dit is wat we bij die andere hadden. Ja, weet je, we doen het gewoon. Hoppatee. Ik heb nog nooit zo'n gekke Sim gemaakt. Nou ja, dan weet ik eigenlijk niet of dat wel klopt. Want ik heb natuurlijk ook familie mislukt gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik vind haar heel leuk geworden zo. Kan je haar geen sportcarrière geven? Nee, ze is al natuurbeschermer. Zie je dit voor je? Dit als natuurbeschermer. Nou, dit is als ze in de vampiervorm is. Dan is dit dus haar alledaagse outfit. Dan ziet ze er zo uit met formele gelegenheden. Sportoutfit. We hebben de slaapkleding. En ik moest gewoon nacht wegfilteren, want er was niks. Dit is de feestlook. Badkleding. Koudweeroutfit, wat eigenlijk misschien een beetje gek is. Want dit is toch corduroy of zo? Die rok. Dat is toch best warm spul. Ik snap niet dat dat bij koud weer zit. Of bij warm weer zit. En dan hebben we dit als koudweeroutfit look. Ik zal zo meteen nog even de andere make-up looks doen voor de andere outfits. En er komt bloembolgeel op de galerij. Die we dus samen met jullie hebben gemaakt. Ik vond dit erg leuk. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel. Ja, doeg!